Hey Helder, supergoed dat jullie weer bij zijn. Luister, in de vorige video, toen zijn we bezig geweest in Docker met images. We hebben geleerd hoe we ze moeten verwijderen en we hebben een nieuwe toegevoegd van onze Minecraft server. Nou, als het goed is, gaan we dat image zometeen gebruiken om onze eigen Minecraft container te draaien. Zijn jullie er klaar voor? Oké, pak je spullen er weer bij en dan gaan we weer beginnen. Cool. Oké, het plannetje is klaar. Onze Docker-omgeving staat klaar. Het is nu tijd om te kijken naar dat script. Dat script is geschreven in een taal en die heet YAML. Nou, dan mag je op gaan googlen of kijk eerst even met mij mee. Ja? Nou, in de eerste paar regels van het script, daar staan bekende dingen. Als eerste, image. Dat is dat image wat we in de vorige video gedownload hebben en wat nu voor ons klaar staat. En als we een paar regels naar beneden wandelen, dan zien we welke poort er opengezet wordt. Wanneer je wil gaan verbinden met je client naar de Minecraft server toe, is die van belang. Een paar regels daaronder, de environment variabelen. Als je Minecraft fan bent, dan komen die dingen je vast en zeker bekend voor. Nou luister, als er bij een zinnetje een hekje voor staat, dat betekent dat die niet meegenomen wordt in de installatie. Maar ik heb hem alvast klaarstaan, zodat je hem later, als je dat wilt, toch nog kan gaan gebruiken. Ten eerste ga ik hier een hekje voor zetten, want ik wil niet dat onze Minecraft server gelijk al hardcore is. En nu heb je dus geleerd hoe je zo'n YAML script al een beetje voor jezelf kan gaan aanpassen. Dat betekent ook dat als ik een hekje weghaal, dat vervolgens dat commando wel van kracht wordt wanneer ik het script start. Ik zet hier weer een hekje voor, want ik wil geen command blocks. Daaronder, volumes. Twee video's terug hebben we het over volumes gehad. Alle data die we willen dat bewaard wordt, die wordt daarin opgeslagen. En dat is super handig natuurlijk, want dan zou je een container normaal gesproken opnieuw opstarten. Dan ben je al je data kwijt. Hier blijft dus al je data in bewaard. En dan hoef je niet elke keer opnieuw je wereld te maken. Oké, volgende stap. Ik selecteer mijn script. En met Ctrl-C kopieer ik het naar mijn klembord toe. Ik ga terug naar Portainer. En ik ga van Dashboard naar Stacks. Ik klik op de blauwe knop Add Stack. Ik kies de web editor. En je ziet dat ik nu hier een editor heb gekregen. En met Ctrl-V paste ik het script in de editor. Ik wandel terug naar boven en ik geef de stack een naam. Ik wandel naar beneden en vervolgens klik ik op de blauwe knop Deploy Stack. Stack is gemaakt, we gaan kijken of de container draait. Links gaan we van Stacks naar Container toe. En we zien inderdaad de container is aangemaakt en is op dit moment aan het starten. We gaan op de container klikken. We gaan een klein beetje naar beneden en we kiezen voor Attach. Wanneer we voor Attach kiezen, kijken we op de console van die server. Haha, onze Minecraft server draait. Hey, hoeveel moeite was dit nou? Niks toch? En het kostte 10 seconden tijd. Dit kunnen jullie ook, ik weet het zeker. Hey, in de volgende video gaan we de boel testen, kijken of alles goed werkt. Hey, succes met proberen en tot de volgende video.